Met verzorgend wassen kunnen sommige mensen zich zelfstandig wassen. Dat kan soms ook gedeeltelijk. Iemand zou bijvoorbeeld zelf het bovenlichaam zittend aan de wastafel of aan het aandrecht kunnen wassen. En als dat nodig is, kan een zorgverlener helpen met het onderlichaam in bed of in de badkamer. In de thuiszorg zou je hiermee zelfs professionele zorg kunnen voorkomen. Het gaat ook sneller. Je hebt geen water, zeep en een handdoek nodig. En bij wassen in bed heb je minder kans op natte lakens. Ook is het met verzorgend wassen makkelijker je te houden aan de hygiënerichtlijnen. Leg bij zelfstandig gebruik goed uit hoe het werkt en laat dat ook zien. Controleer of de cliënt het goed heeft begrepen. Voorkom dat de cliënt te zuinig wordt met de washandjes en te veel doet met één washandje. Dat is hygiënisch niet verantwoord en betekent ook dat er onvoldoende lotion is voor de verzorging van de huid van de cliënt.